hallo allemaal. Ik ben Nathalie Nobach. Welkom bij mijn vlog. Ik zit nu in de auto. Ik ben net naar Utrecht toe gereden. En in mijn vorige vlog had ik jullie verteld dat ik dus nog een hele leuke opleiding ging doen. En dat is een opleiding tot barbier. Echt super gaaf. Ik heb er super veel zin in. Dus daar ben ik nu ook. En ik ben benieuwd hoe vandaag gaat lopen. Dus ga ik jullie zo meteen meer over vertellen. Die gebruik je dus vaker aan de zijkant. Mocht je aan de zijkant willen knippen van een klant, dan is die eigenlijk zo simpel als je begint hier. Zo, ik ben thuis. Het is nu 11 uur, dus ik ga nu even snel nog wat eten en dan lekker mijn bed in. Het was superleuk en een beetje alle informatie gekregen en uitleg. Dus volgende week beginnen met de modellen. Dus wie het leuk vindt, stuur me dan even een berichtje. Als jij die zijkant gewoon kort opgeschoren wil hebben en gewoon dat hele strakke, dan wil ik je graag mee hebben als model. Dus ik spreek jullie morgen weer. Hele goede morgen allemaal. Maandag heb ik jullie dus meegenomen naar de barbierles. Het is nu zaterdag. Ik heb lekker wat relaxdagjes gehad met mijn vriend. En een aantal dingen geregeld. En dan ga ik nu iets heel leuks doen. Want ze zijn bezig met de verbouwing van het salon. En jullie vragen je natuurlijk af... Waar komt de salon? Dus dat ga ik jullie vandaag laten zien. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Nou, jullie hebben net de buitenkant van Nobach gezien. En dat is de zaak van mijn ouders. En daar is dus ook waar mijn salon gaat komen. Ja, hele leuke verandering. Hele bijzondere verandering. We zijn er heel trots op dat Nathalie bij ons in het bedrijf gaat komen. Lang over nagedacht. Het is een heel mooi proces geweest. Maar Nathalie is zo gepassioneerd van haar vak. Net als wij dat binnen onze schoenen zijn. Vind ik ook dat Nathalie heel serieus met haar vak bezig is. En daarom heb ik gezegd van... jij weet zo graag wat je wil. Je wil zo graag voor jezelf beginnen. Toen hadden wij zoiets van... Nou, laten we eens kijken of we daar eventueel mogelijkheid voor hebben... om dat binnen ons bedrijf te doen. Dus we gaan wellicht straks laten zien waar dat gaat gebeuren. Spannend allemaal. Ja, dus zometeen heb je alles bij Nobach onder één dak. Ja, van top tot teen. Ze zijn nu, zoals je misschien al op de achtergrond hoort, druk bezig met van alles. Dus ook als je de salon gaat openen op 17 december. Dat is de week voor kerst. En jullie horen later allemaal meer over gegevens hoe jullie mij kunnen bereiken. En dan kun je alvast een afspraak inplannen als jullie graag willen. Als ik een afspraak wil maken, zou ik snel zijn. Want er worden echt al veel afspraken ingepland. Omdat het natuurlijk de week voor kerst is. Hou me vooral in de gaten via social media. Instagram, Facebook en natuurlijk hier op mijn YouTube kanaal. Nou, wat kan je bij mij in de salon allemaal doen? Je kunt je haar laten kleuren. Je kunt je haar laten knippen. Ik ben nu een opleiding aan het doen tot barbier, zoals jullie weten. En je kunt ook visagie laten doen. Zeg je, ik heb een bruiloft, ik wil visagie op locatie. Kan dat natuurlijk ook. En ik ga jullie de komende tijd meenemen in mijn salon. En ik ga jullie ook meenemen in de verbouwing. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus we gaan even de plek laten zien. Ja, wij zijn er trots op en we gaan er wat leuks van maken. Zo, nou, zoals jullie kunnen zien is het achterin bij de zaken in Nobach. En... ja, we zijn er dus druk bezig met verbouwen nu en de ruimte staat. Dus ik ga jullie volgende week meer laten zien van hoe het is geworden. Ze zijn natuurlijk nog veel verder dan het filmpje dat ik liet zien. Maar ik ga nog natuurlijk niet alles in één keer verklappen, dan is het niet meer leuk. Dus deze week gaat er weer veel gebeuren en ik ga het jullie de volgende week allemaal weer laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden en dat jullie het ook leuk vinden dat ik bij Nobach kom. En ja... Als jullie het leuk hebben gevonden, graag even abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!